Goeiedag, dit is de agenda van vrijdag 10 oktober, de dag dat de iPhone 6S voor het eerst in Nederland te koop is. Winkels open om middernacht, ronkende persberichten erover, maar ja, het is wel het zoveelste toestel. Of is het echt iets bijzonders? Onze tech-expert Rolf Venema heeft hem al uitgeprobeerd. Aan de buitenkant is er weinig veranderd. Hij ziet er in feite gewoon net zo uit als een iPhone 6 die vorig jaar is uitgekomen. Maar er zitten wel enkele interessante nieuwe functies in. Er zitten nu live foto's in. Dat is een nieuwe functie waarbij je een foto maakt. Dan neemt de camera 1,5 seconde voor en 1,5 seconde na dat je de foto hebt gemaakt. Een soort van kort filmpje. Als je dan op het scherm drukt, dan speelt hij dat filmpje af. Je hebt in feite een soort van geanimeerde foto. Zie je wat er net voor en wat er net na. Leuke vinding. De belangrijkste nieuwe upgrade is 3D Touch, zoals Apple het noemt. Het wil eigenlijk zeggen dat er onder het scherm zit een druksensor. En die druksensor die voelt dus ook als je hard op het scherm drukt of zacht. Leuk is bijvoorbeeld bij de kaarten-app. Als jij ergens bent in the middle of nowhere en je weet even niet hoe je weer thuis moet komen, dan kun je hard drukken op je kaart-app. Dan staat er een optie direct naar huis en dan plat hij direct de route naar huis zonder dat je eerst je adres hoeft in te tikken, et cetera. Dus het is echt voor de power users om het allemaal even wat makkelijker, wat vlotter te maken. Heb je al een iPhone 6? Zou ik zeggen, joh, wees nou niet zo jaloers en wacht gewoon even een jaartje tot je contract is afgelopen. Want nieuwe functies zijn leuk en het zijn ook inderdaad handig. Maar het is niet zo dat ik zou zeggen van nou, ga meteen met je flappen naar de Apple winkel. Want zo spannend is dat nou ook weer niet. Wat gebeurt er nog meer? De winnaar van de belangrijkste Nobelprijs wordt bekend, die voor de vrede. De bekendste kanshebbers zijn de paus Franciscus, die een belangrijke rol heeft gespeeld bij de toenadering van Cuba en Amerika. En de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die afgelopen zomer alle vluchtelingen uit Syrië onderdak beloofde in haar land. Deze vrijdag komt ook de uitspraak in de zaak tegen natuurgenezeres Sarah G., beter bekend als de heks van Kokkengen, die mensen heeft behandeld met ibogaïne. Een paar cliënten deden onder invloed van dat middel rare dingen. Een Zwitser werd doodgereden toen hij de A2 opliep. Een ander ging dood in bad. En weer iemand anders sprong op Schiphol van een parkeerdek. En een spannende dag is het voor Bill Cosby. De 78-jarige komiek wordt ondervraagd over het seksueel misbruiken van Judy Huth in 1974. Ze was op dat moment 15 jaar en dus minderjarig. Ze zegt dat Cosby haar dronken heeft gevoerd en dat dat gebeurd is in de beroemde Playboy Mansion van Hugh Hefner in Los Angeles. Huth zelf wordt later deze maand ook ondervraagd. Het weer nog. De vrijdag begint grijs en het is bewolkt, maar soms zien we de zon even. Op de meeste plaatsen blijft het droog bij maxima van 15 graden. Dag.